Hey, Bob WP here, and welcome to Community Voices WordPress Around the World, a Do The Woo podcast show. Hello everyone, and welcome by the Community Voices Around the World podcast. Um, we are here with a number of people from the WordPress community. En we gaan jullie het een en ander vertellen. Uh, we hebben niet echt een strak programma. Uh, maar dat maakt het gesprek denk ik alleen maar leuker. Dat we van de hak op de tak kunnen vliegen. En leuke verhalen kunnen vertellen over hoe leuk het is in de WordPress community. En wat je daar allemaal kan doen en leren. En wat voor leuke mensen je daar allemaal kan ontmoeten. Um, ik ga niet beginnen met het introduceren van mezelf. Dat doe ik aan het einde van het introductierondje. Dus ik wil graag Ita het woord geven om zichzelf te introduceren. En dat doe ik. Alleen maar omdat je naast mij staat op mijn scherm. en uh, met de klok mee is wel leuk, denk ik. Dus ik zou zeggen, Ita, doe eens even een uh, leuke introductie over jezelf. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Mijn naam is Ita Pronk. Ik heb samen met mijn man Frans het webbureau Wij maken websites voor allerlei mkb-bedrijven. En het leuke is, wij doen dit voornamelijk met onze camper. En op dit moment zijn wij in het zonnige zuiden. Uh, aan Costa Brava in Spanje. Waar wij ja, de komende, komende vier maanden langs de Spaanse kust zullen rijden met de camper. En daar uh, ons werk doen. Dus we dat eens even. Dankjewel, Ita. De volgende rechts van Ita is Taco. Dus Taco, go ahead. Of we gaan ga je gang, want we moeten het in het Nederlands doen. Hè? Ja, precies, we houden het in het Nederlands vandaag. Uh, hoi, ik ben Taco Verdonschot, uh, Head of Relations bij Joost. Um, ja, al een tijdje daar. Uh terechtgekomen ooit als developer, dankzij Marike, die ga je zo horen. En um, ja, dat, uh, dat bevalt goed. Veel in de WordPress community al mogen doen. Dus ik vind het leuk om hier met jullie uh, een beetje te kletsen over van alles en niks vandaag. Helemaal goed, dankjewel Taco. Ja. En uh, je zei het al, Marike mag zich ook introduceren, want die staat naast jou heel toevallig. Ja, wat ja. superleuk. Uh, mijn naam is Marike van der Akt. Ik ben... Een van de co-founders uh, van Joost, uh, maar niet meer uh, de eigenaar, dus ik werk ook niet meer uh, bij Joost. Uh, Joost is verkocht aan uh, Newfold Digital, uh, maar wij zijn uh, een soort investment agency begonnen en we investeren in verschillende um, ja, WordPress agencies of WordPress, eigenlijk meer pluginbedrijven zijn het. Uh, ook buiten de WordPress doen we investeringen. En we zijn ook weer bezig met nieuwe dingen. Want, want wij, mijn man en ik houden uh, van uh, nieuwe dingen maken, nieuwe dingen ontwikkelen. Dus we zijn ook uh, weer bezig met een uh, WordPress-product. Maar dat is nog wel echt heel erg nieuw. Dat duurt nog even. Interessant, interessant. Maar ik ben benieuwd of we daar uh, aan toe gaan komen in deze, uh, in deze chat. Om daar het wat uh, over te gaan hebben ook. Uh, de volgende in het randje is uh, Luc. Is Luc, ga je gang. Hallo, uh, ik ben Luc Prinsen en uh, ik ben ik samen met mijn uh, compagnon Remy in het bedrijfje Work on the Winkel, waarbij wij uh, eigenlijk kleine en grote e-commerce projecten oppakken en verder proberen ja, door te trekken naar uh, de grotere hoogtes. Helemaal top, het klinkt hartstikke leuk, Work on the Winkel. Dankjewel, Luc. Right, uh, Rohan, jij bent de volgende die zichzelf even mag introduceren. Mijn naam is uh, Rohan de Vries. Ik ben uh, ja, eigenlijk fotograaf en muzikant, maar ik zit uh, door mijn vader Remkes ook uh, in de WordPress scene. Uh, en dat is in mijn geval dus vooral voor uh, de community. Ik werk wel een beetje met WordPress, met mijn eigen website, ik gebruik het. Maar de, ja, de algemene kennis die de meeste mensen hebben, die rondlopen op een Wordcamp, uh, die heb ik niet. Um, maar ja, dit is al niet tenmin, uh, vind ik het een hele leuke community. En uh, ja... Het is elke keer leuk om mensen te ontmoeten en ook erachter te komen dat mensen heel veel uh, gelijkenissen hebben met uh, wat ik leuk vind. Ook in zo'n community, die eigenlijk ergens anders opgericht is, zeg maar. Dus hoe je eigenlijk heel veel verbinding vindt met mensen in een community waar ik het niet meteen verwachtte. De eerste keer dat ik er was, in ieder geval. Tegenwoordig wel, natuurlijk. Uh, dus ja, dat. Dat ben ik. Super, dankjewel, Ramon. Wendy, je bent uh, de hekkensluiter in het introductierondje. Dus ga je gewoon. Nee, nee, jij mag ook nog zo meteen. Hij mag zelf. Ja, natuurlijk. Uh, <laughs> zou bij hem zelf vergeten zeg. Uh, nou, ik ben Wendy. Uh, ik, ben, uh, ik werk voor Automatic als Happiness Engineer, Support Medewerker voor WordPress.com. En ik ben uh, voor komend jaar de Lead Organizer van WordCamp Europe uh, in Turijn. En uh, ik ben uh, ook al jaren actief in de community. Ook in andere communities, overigens. Um, die uh, ook allemaal hun eigen eigenaardigheden hebben. En een verrassend veel op elkaar lijken ook nog. Ja. Mensen zijn mensen, dus dat, uh, dat is wel uh, heel leuk. Ja. Mensen zijn mensen, inderdaad. Dankjewel, Wendy. Uh, goed, dan zal ik ook mijzelf even kort introduceren. Uh, mijn naam is Orsel Bootsman. Ik ben sinds 2009 met WordPress bezig. En in 2010 mijn eerste stappen in de WordPress community uh, gevaagd door naar een Wordcamp te gaan. Uh, op dit moment werk ik um, voor Kinsta als marketingmanager voor de Nederlandstalige Markt. En voordat ik drieënhalf jaar geleden bij Kinsta begon, heb ik mijn eigen agency gehad, waarin ik websites bouwde, onderhield en uh, klanten blij maakte. Kijk, dat klinkt goed. Hey, ik hoorde uh, een, een aantal mensen al iets noemen WordCamp. Um, nou denk ik dat het voor ons allemaal geen, uh, uh, geen nieuwe term is. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat er vandaag mensen luisteren die daar nog nooit van uh, gehoord hebben. Uh, dus wellicht is het goed om, om kort even toe te lichten. Wat, wat is dat voor ding? Waar, uh, ja, wat is dat WordCamp Europe of WordCamp Nederland? Uh, Wendy, jij bent natuurlijk uh, lead van WordCamp Europe. Hey! Kun je uitleggen wat dat is? Ja, yeah, um, WordCamp Europe is uh, de grootste WordPress-conferentie ter wereld. Um, ik heb geoefend in promotie. Kunt u het horen? En um, um, uh, wat is het? Het is een aantal dagen waarbij um, mensen die werken met WordPress, uh, de software WordPress, um, die een bedrijf hebben met WordPress, die bloggers zijn, die uh, marketingmensen, SEO-mensen, hostingmensen, allerlei mensen die op wat voor manier dan ook te maken hebben met WordPress, of die werken met WordPress, geïnteresseerd zijn in werken met WordPress, bij elkaar komen en... Um, er zijn sprekers, er zijn panels, er zijn discussies, er zijn workshops. Uh, er zijn allerlei manieren om dingen te leren. Uh, er zijn manieren om met uh, mensen die zich met hetzelfde bezighouden als jij in contact te komen. Um, er is uh, heel vaak lekker eten en, uh, en heel veel gezelligheid. Kijk, dat klinkt wel goed. Um, voor de luisteraar: is iedereen hier wel eens op een WordCamp geweest? Zeker. Ja. Ja. Zeker. <laughs> wel eens allemaal, ja. Hè? Volgens mij zijn we ook wel eens allemaal op dezelfde WordCamp. <laughs> ja, ook, ook dat komt voor, want we hebben inderdaad in Nederland natuurlijk ook een uh, WordCamp. Uh, Luc, daar weet jij meer over, hè? <laughs> daar weet ik inderdaad meer over. Ik, heb, uh, uh, ik ben verantwoordelijk geweest voor de, uh, 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 althans, niet in mijn eentje, maar. Uh, Samen onder andere met Marcel verantwoordelijk geweest voor de uh, organisatie van de afgelopen twee jaar. Um, en de moeilijkere corona-jaren daarvoor, waarbij we niks fysiek af konden spreken, maar, uh, maar nog wel iets, uh, iets online hebben gedaan, zeg maar. Um, ja, ik, heb, ik kan je alleen niks vertellen over WordCamp Nederland uh, 2024, want dat weet ik allemaal nog niet. Uh, daar zijn. Drukke gesprekken over om die te organiseren. Um, maar de afgelopen twee edities waren, waren in Arnhem bij Burgers Zo. En uh, waren, in ieder geval naar mijn mening, uh, uitermate geslaagd. Ja, dat kan ik wel bevestigen. Ja, zeker. Die mening denk ik ook. Ik vond het ook echt leuk. Echt leuk dat het er is. Ja. Het is een paar jaar niet geweest. Ik ben blij dat het weer terug is. Ja, ja het is toch wel een verschil met. Uh, Online elkaar zien en, uh, en, en live elkaar ook even een knuffel kunnen geven en, uh, en bij kunnen praten. Nu ook, wij zijn dit online aan het opnemen. En ja, je moet gewoon je beurt afwachten totdat je mag praten. En als je in een echt gesprek zit met iemand, ja, dan kun je veel makkelijker. Het is ook een veel snellere wisselwerking. Het is ook wel aardig als je dan je beurt afwacht voor je begint te praten. Luc. <laughs> Zoals je hoort zijn we allemaal heel beschaafd in de WordPress community. Een kleine hechting, een kleine <laughs> Het is misschien wel leuk om te vertellen aan de luisteraars dat er behalve WordCamps uh, in Nederland en over de hele wereld, dat er ook uh, WordPress meetups zijn, die uh, laagdrempeliger zijn als in kleinere uh, aantallen bezoekers. Die worden meestal in avonden gegeven in allerlei steden uh, in Nederland en uiteraard ook over de hele wereld. En dat is een hele mooie gelegenheid om, om je ja, lokale community te verkennen met, uh, en te verrijken met mensen die zich bezighouden met WordPress. Uh, van, in alle aspecten van, van wat er ook bij WordPress allemaal komt kijken. En uh, ook een podium kan zijn om eens een presentatie te geven over welk leuk project je hebt gedaan met, met WordPress. Of, dat je een website performance onderzoek hebt gedaan en allerlei mooie tips hebt voor andere WordPress-gebruikers. Dat soort dingen is een hele mooie manier om je kennis te delen met de aanwezigen. En stel dat mensen meer willen weten over die meetups. Waar ga je dan naartoe, Marcel? Nou, daar is een website voor. Je verwacht het niet. Die kan op nl.wordpress.org. Dat is de Nederlandse site voor. Voor de WordPress uh, als, als software. En daar is een, een pagina te vinden over de community. En daar staan een aantal meetups op die, uh, die geregistreerd zijn op meetup.com. En daar zie je ook nieuws over eventuele um, WordCamps, waar je een volledig overzicht kan zien op wordcamp.org. Of in het dashboard staan ze ook van je WordPress uh, website. Ik kon net zeggen wat je. Maar je was voor. Als je ingelogd bent, als je zelf een WordPress-website hebt. je bent ingelogd in het dashboard. dan zie je daar, als het goed is, een, een kadertje staan. waarin evenementen in de buurt uh, genoemd worden. Staan daar evenementen van de andere kant uh, aan de, van de wereld. dan moet je misschien je locatie invoeren. Dat kan er volgens mij nog. Um, of als je graag wil reizen, dan kan dat ook een heel relevant lijstje zijn. om je reis te combineren met een bezoekje aan een WordCamp. ergens waar je eigenlijk toch nooit komt. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar, Ita, jullie reizen veel. Gaan jullie wel eens naar WordCamps op andere plekken? Of naar uh, meetups naar andere plekken? Dat eigenlijk niet, nee. Maar wel WordCamps, want jullie reizen. Zo, WordCamps achterna. Ja, WordCamps wel. We um, hebben we gehad, Berlijn, Porto en uh, Athene. Afgelopen jaar. Dus uh, ja, dat vinden we erg leuk. Om dan uh, de plek waar zo'n WordCamp wordt georganiseerd... als een soort doelbestemming te nemen voor de reis. En dat ik we dan een hele reis aan mij, dat we drie, vier maanden heen nou, en terug zijn uh, rondom zo'n Wordcamp. Waarbij we natuurlijk wel de, de massa het geluk hebben dat we daar vanuit onze campagrond kunnen werken. Maar het is voor ons eigenlijk niet uit of we vanuit ons huis werken of vanuit onze camper, ons mobiele huis. Dus ik noemde uh, ja, uh, door die Wordcamp zodat ze elke keer ergens anders zijn, uh, dat je nog eens een keer ergens komt. En volgend jaar Italië, ja, daar ben jij dan uh, de lead van. Ik ben bang dat ze daar dan net weer niet bij zullen zijn, helaas. Ja, dan stop ik ermee. Dan, uh, nee, maar, um, ja, Zweden en Noorwegen staan al heel lang op ons verlanglijstje. En het komt er steeds van. Maar dat kan ook na Italië, Ita. Ja, ik weet het. Ik weet het. ja. Dus, ik, ja. Dus, uh, je weet nooit hoe het loopt. Maar zoals het er nu uitziet, helaas, moeten we ons missen. Nou, dat wordt een hele treurige uh, editie dan, uh, komend jaar, mensen. Ja, ik, ik denk eigenlijk, ondanks dat we Ita natuurlijk ontzettend gaan missen, dat dat best wel mee gaat vallen. Ja, ik vrees dat we ook wel uh, plezier kunnen hebben zonder jou, Ita. Ja, ik weet het wel zeker. Uh, nou, ik ben eigenlijk ook wel opgelucht dat het uh, niet uh, van jou afhankelijk is. Het zou heel ingewikkeld zijn. Ja, nou ben ik wel benieuwd. Uh, uh, Marike, jij gaat natuurlijk ook al jaren naar WordCamps. Waarom? Nou, allereerst omdat WordCamps heel erg leuk zijn. Dus ik weet, mijn allereerste WordCamp was WordCamp Europe in, in Leiden. De allereerste WordCamp Europe. Jou ook, Taco? Ja. Yep. En uh, toen vond ik dat gewoon vooral heel erg leuk. Um, en uh, ik heb gemerkt dat WordCamps, als je een bedrijf hebt, ook een ontzettend goede manier zijn om um, wat meer aandacht voor je bedrijf te krijgen. En als je een plugin business hebt, zoals wij hadden met Joost... Uh, dan is het echt niet zo dat mensen allemaal je plugin gaan kopen nadat je naar zo'n Wordcamp bent geweest. Maar het helpt wel heel erg dat mensen je leren kennen. Met name als je je ook inzet in sponsoring of in vrijwilligen of in spreken op zo'n Wordcamp. Dan speel je als bedrijf gewoon heel erg in de kijker in die community. En die community waar we het al een beetje over hebben, vind ik gewoon één grote groep influencers. Uh, die misschien niet zo cool zijn als uh, de, de, de Instagram-influencers, maar in, in onze wereld ontzettend waardevol. Wij zijn nu met z'n allen in de podcast en wij praten over dingen en producten. En dan spreek je daar een keer weer iemand anders over. En ik zie daar gewoon een hele grote waarde in, uh, ook voor bedrijven om daarin te investeren. Uh, je moet niet verwachten dat je dat meteen terugziet in sales, maar ik denk over de lange termijn ben ik echt overtuigd dat het succes van Joost voor een groot deel komt door het bezoeken van WordCamps, uh, meetups, het uh, mee organiseren van WordCamps en dat, dat soort dingen. Ja, dus ook commercieel gezien zijn ze uh, heel erg uh, interessant. Ja, ja ik wil daar ook nog wel aan toevoegen. Het is, het, het is heel waardevol, vind ik ook heel erg, om je hoofd daar te laten zien. En dat merk ik ook wel met heel veel mensen die uh, wel vaak komen op de Wordcamps waar ik dan ben geweest. Die doen het vaak ook, wat ik via via wat hoor, wat beter met hun business en zo. Omdat je gewoon je, je kop laat zien. En nou, dat heeft natuurlijk een goed effect. Uh, als je een leuke persoonlijkheid hebt natuurlijk. Uh, extra. Maar ik denk dat dat sowieso gewoon een goed iets eraan is inderdaad. Gewoon iedereen even bij elkaar en elkaar echt even meemaken. Want je kan nog zoveel op een scherm zien. Maar een echte beleving van hoe iemand is of wat er nou precies achter een bedrijf zit of zo. Dat staat niet altijd in de in de tekst op je homepage of zo. Dat, dat moet je meer van iemand te, te horen krijgen. Het is voor mij echt by far de favoriete manier van netwerken. Ik was uh, afgelopen maandag op een doodzij netwerkding en daar werd mij de vraag gesteld waarom ik niet vaker bij dat soort dingen aanwezig was. En ik dacht, ja, één mijn markt ligt hier niet heel erg en twee hier moet ik praten over onderwerpen die me niet interesseren en die niks met mijn werk te maken hebben. En uh, op een WordCamp in de community kan ik veel beter laten zien waar mijn expertise ligt. Uh, zeker als je spreekt of als je vrijwilliger bent. Uh, natuurlijk ook gesponsord overigens. Ja. Waarom ben je uiteindelijk naar die netwerkbijeenkomst gegaan, Luc? Daar ben ik dan ja. benieuwd naar. Uh, omdat er een aantal presentaties waren over het uh, uh, doorgeven of het erven van een, uh, van een bedrijf. Uh, mijn vader vroeg of ik wilde komen. Hint, hint of uh, niet. <laughs> Moeten we het nog over gaan hebben? <laughs> gaat, je, gaat je vader deze podcast ook luisteren? <laughs> Geen idee. Ik wil nog wel iets toevoegen over de waarde van uh, het lid zijn van de community. Want voor mij was het: um, ik heb nooit werk gehaald uit meedoen aan WordCamps. Uh, sterker nog, ik heb jaren uh, ben ik heel actief geweest in de WordCamp community, terwijl niemand daar wist of niemand, maar heel veel mensen niet wisten wat ik deed voor werk. Um, ik had mijn eigen bedrijf, ik was heel lokaal georiënteerd op uh, uh, lokale klanten, kleine, kleine bedrijven, uh, zelfstandige ondernemers helpen met hun WordPress-website. Um, maar wat wel, het werkte wel de andere kant op. Voor mijn klanten was het um, omdat ik zichtbaar was in de community oh, die weet er wat van. Oh, die snapt hoe het werkt. Oh, die, um, dus op die manier heeft het wel ook weer veel opgeleverd, zakelijk gezien, om actief te zijn in de community en ook zichtbaar. Want dat, er zijn ook best wel wat mensen die actief zijn in de community en wat minder zichtbaar. Um, ik denk dat zichtbaarheid wel ook bijdraagt aan de waarde die, die het kan hebben. In, in alle opzichten, zowel binnen de community als daarbuiten. Ja, dat, dat klopt inderdaad. En ik weet dan nog een andere manier waarop je toch of kunt hebben om aanwezig te zijn op een WordCamp, namelijk dat de bedrijven die sponsoren, uh, die sponsor zijn en die daar uh, iets aanwezig zijn, even aanwezig geven. Dat kunnen ook maar zomaar jouw samenwerkingspartners zijn: diegenen die uh, producten van dienst hebben waarbij jij, dus jouw bedrijf, beter uh, op kunt buigen in de markt kunt zetten. Zo doen wij ook onderhoud voor uh, allerlei websites. Uh, de meeste hebben zelf voor klanten en die onderhouden wij dan. Zorgen wij de updates van? En daar zijn ook allerlei tools voor te krijgen, waarbij je op zo'n Wordcamp dan de mensen achter die tools die het kennen en kunt sparren, eigenlijk aangeven wat je belangrijk vindt, wat vervolgens aan dat product toegepast kan worden. Dat vind ik ook een belangrijk mispoed uh, van het bezoeken van Wordcamps. Ja, ik vind dat ook wel herkenbaar. Um, ik heb de luxe dat ik eigenlijk precies tegenovergestelde situatie heb van uh, Wendy, um, een onderdeel van mijn werk is naar Wordcamps gaan. Uh, ook meteen, misschien wel het leukste deel van mijn werk, maar voor mij is dat ook heel erg inderdaad de mensen achter de producten leren kennen. En op het moment dat er dan een keer iets nodig is, of je hebt een vraag of noem maar op, dan kun je vanuit de persoonlijke relatie veel sneller toegang krijgen tot uh, informatie of tot de, de mensen achter een, uh, een tool. Ja, precies. Ja, ik kan het alleen maar eens zijn met, uh, met wat, wat jullie allemaal aangeven. Ik heb natuurlijk voordat ik bij Kinsta begon mijn eigen initiatie ook gehad. En wat je ziet is dat je bepaalde opdrachten aanneemt van klanten, uh, waarvan je in het begin denkt van, hm, moet ik dit wel doen? Uh, ik weet niet precies hoe dat moet. Ik, uh, en dan ben ik uh, nou ja, uh, zakelijk genoeg om te zeggen van, oké, okay, ik pak die opdracht aan, maar geen idee nog hoe ik het ga oplossen. Uh, en dan kan je praten met mensen in de WordPress community. En of dat nou op een WordCamp is. of via onze Slack community, die we ook hebben. Um, je kan altijd vragen stellen. Je kan uiteindelijk tot een samenwerking komen met bedrijven. die je goed kunnen helpen bij bijvoorbeeld een deel van een ontwikkelingstraject. waar jij niet zoveel kaas van hebt gegeten. En zodoende kan je toch je klanten goed bedienen. en een, en een, en een ja, goed product leveren. Ja, dat is, wel, dat is wel tof. En ik denk dat we zo met z'n allen wel een beetje de verschillende aspecten van uh, het. Bij die WordPress community horen, uh, al belicht hebben. Um, en de vraag die ik dan regelmatig krijg van mensen, en vooral mensen die niks met WordPress hebben, die willen weten van ja, wat, wat doe jij nou eigenlijk voor werk? Dan heb ik het over die community. En dan is de vraag, maar wat, wat is dat nou, de community? En het is natuurlijk een term die wij heel makkelijk gebruiken, en, en onderling hebben we best wel een begrip van uh, wat we daarmee bedoelen. Alleen, het uitleggen is denk ik niet altijd even makkelijk. En Ron, jij bent misschien eigenlijk wel het mooiste voorbeeld in uh, onze samenstelling vandaag. Want als ik naar de rest van de groep kijk, dan zijn het mensen die professioneel eigenlijk met WordPress werken. Um, dat heb jij niet. Maar toch, ik beschouw jou wel als onderdeel van die WordPress community. En dan ben ik heel benieuwd, als jij het moet beschrijven, wat, wat maakt dan een WordPress community? Wat is dat ding? Ja, dat um, is lastig om zo natuurlijk in één zin te omschrijven, dus ik ga het in een paar zinnen proberen. Um, maar ik denk gewoon de, de, de soort van niet zichtbare connectie die je hebt met mensen die. Uh, nou ja, het is wel een soort van gedeelde interesse, want zeg maar, ik, ik, ik doe er wel iets mee, alleen niet op hetzelfde niveau en met dezelfde aanpak en zo. Um, maar ik denk gewoon het, het feit dat je in. Uh, een grote groep mensen uh, verbinding kan vinden. Uh, en dat zit hem vooral in het WordPress-gedeelte natuurlijk, omdat daar draait het, uh, het meest over. Maar los van dat is het ook belangrijk, uh, en wat ik merk dat ook aanwezig is, is dat los van WordPress er ook gewoon heel veel verbinding is met mensen. Uh, en dat maakt het, nou ja, als je dus in een bedrijf werkt, uh, heel veel fijner omdat je zo'n community-gevoel hebt, dus je hoort er echt bij. Uh, want dat is heel erg aanwezig. Ook op die Wordcamps en zo merk ik dat heel erg. Ook al ben je dus, net zoals mij, niet heel specifiek met WordPress bezig. toch heb je dat gevoel van het, ik hoor erbij. En ik, ik denk dat dat ook wel doorvertaalt naar in de bedrijven zelf die met WordPress werken. omdat die ook wel onderdeel van die community zijn. Dus ik denk uh, om, ja, wat voor mij heel erg het positieve en het, het voordeel eraan is. Wat, wat bij mij zichtbaar is, is gewoon die, ja, die, die verbinding heel erg. Uh, en het, het is heel erg open. En dan, natuurlijk, omdat WordPress open source is, is dat misschien ook heel logisch. Maar het is niet in elke community heel logisch. En ik vind het hier wel heel erg naar voren komen, zeg maar. Ja, ik denk dat, denk dat je dat precies, dat je met dat open source wel je de spijker uh, op de kop uh, ramt, slaat. Weet maar, want het feit dat het open source is, betekent dat we er allemaal iets aan hebben om elkaar te helpen. Um, en, en, dat, dat, en dat is nog steeds zo, maar. Voor mij ook in, in het begin, we waren met z'n allen WordPress aan, aan het maken. Of je dat nou doet door events te doen of mee te helpen aan, uh, aan core, of je wil met z'n allen WordPress groter maken. En dat betekent dat we dat het beste gaan redden samen als je elkaar helpt. En, en ik vind in die WordPress-wereld, of het nou op Slack is of iets anders, je kunt heel veel mensen gewoon aanspreken en die willen met je meedenken. Het is echt niet zo dat iedereen alles voor niks voor elkaar gaat doen, maar er zit heel veel meedenken, meekletsen, elkaar helpen. Dat zit heel erg in die, in die, in die wereld. En dat is logisch, omdat we met z'n allen ervoor moeten zorgen dat dat open source project blijft draaien. Ja, ja. Ja, en ik, ik denk zelfs nog dat het uh, vergeleken met andere open source projecten, dat die hippie mentaliteit van eerlijk zullen we alles delen in WordPress nog veel groter is. Want ik werk technisch gezien niet meer zo heel veel met WordPress... maar ik, ik blijf wel betrokken bij de community... puur voor... Ja, dat communitygevoel... dat gevoel van verbondenheid... en iedereen helpt elkaar als ze het kunnen. Ja, nou, en, en het leuke is... Uh, we zitten hier natuurlijk... met een aantal Nederlanders bij elkaar... maar dat dit ook heel erg sterk... grensoverschrijdend werkt. Uh, we hadden het natuurlijk al even over... WordCamp Europe... Uh, waar... Duizenden mensen uit heel Europa bij elkaar komen om te praten over WordPress en met een beetje geluk een ontzettend goede afterparty te vieren weer. Um, maar het, het is veel breder voor mij dan zeg maar, de lokale uh, groepen die ontstaan, het is breder dan Nederland. Het is, uh, ja, de internationale community uh, is hetzelfde als dat wij dat binnen Nederland ervaren, uh, voor mijn gevoel. Ja, WordCamps over de hele wereld zijn even zo welkom. Ja, zeker. Ja, en dan heb ik de luxe de, dat ik naar redelijk wat uh, events mag, uh, mag reizen. En dat dus ook op veel plekken ervaren heb. Um, maar ik ben niet de enige. Want uh, ook als we kijken naar bijvoorbeeld WordCamp Europe... dan zijn er altijd best wel veel Nederlanders. Als je ook percentueel zeg maar, van het evenement... Uh, helemaal als je kijkt hoe ontzettend groot Nederland als land is, natuurlijk. Uh, zie je een, een hele heftige oververtegenwoordiging. Uh, ik weet niet waarom, maar ik vind het wel interessant. Heb, hebben jullie daar ideeën over, theorieën over. waarom Nederlanders zo graag reizen voor WordPress? Ja, ik, ik weet wel waarom ik het heel leuk vind. Omdat gewoon in Nederland alles is hier saai en plat voor mijn gevoel. En zodra je dan ergens anders heen gaat, is het niet dat. Dus dan is het een, een ja, ja. grote motivatie om, er, om ergens anders heen te gaan. Ja. Dan is het beeldig en spannend. Ja, nou, daar komt het wel op neer, denk ik. Nou, dat helpt wel mee, denk ik. Ja, ik denk dat het ook een, uh, het ook een gelegenheid geeft uh, aan, aan Nederlanders in dit geval dan... om buiten de Nederlandse community... Uh, het Nederlandse onderdeel van de wereldwijde community... laat ik hem zo volledig zeggen... Um, om toch meer mensen te, te leren kennen. Om toch ook die... Die, die plug-in-shop uh, uit Hongarije te leren kennen. of die plug-in-shop uit Amerika. of weet ik veel wat. En op, op die manier kan je weer verbindingen leggen. met, met bedrijven, met developers, met agencies. Um, waar je misschien van beide kanten. in de toekomst wat aan kan hebben. Ik denk daarnaast dat er gewoon in Nederland. procentueel veel uh, bedrijven zijn. die met WordPress werken. en het goed doen. Dus dat we succesvol zijn. en daarom. ja, het kost toch wat geld. om naar WordCamp. Europe af te reizen en dat we daarom ook uh, dat er veel mensen in de gelegenheid zijn om dat te doen. We hebben een aantal grote agencies die soms met hun hele team daarheen reizen. Ja, dat tikt lekker aan. Uh, we staan gewoon heel goed als Nederlanders in de WordPress-wereld. Overigens, trouwens. Maar, niemand ja. anders <laughs> gaat er <dit> toch luisteren. <laughs> ook dat is waar. Nee, maar inderdaad. Ja. En ik denk dat het ook heel erg komt omdat de Nederlandse WordPress-community gewoon ontzettend sterk is. We hebben heel veel uh, meetups, we hebben, we, hebben, we, hebben, we hebben WordCamp Nederland. Maar dat hebben we ook al gewoon sinds jaren sinds en dag, om het even heel simpel te zeggen. Want Nederland was een van de eerste WordCams buiten de VS, uh, voor zover ik weet. Ja, ik denk dat dat ook heel erg meespeelt. Want zeker als je gaat kijken naar hoe um, WordCamp Europe bijvoorbeeld dit jaar. Uh, wel, welke, welke mensen uit welke landen zijn het, het, het meest uh, gerepresenteerd? Dat zijn altijd de mensen um, waar een, uit landen waar WordCamp geweest is. En uh, WordCamp Europe was natuurlijk voor het eerst in Nederland. En die mensen zijn gewoon gebleven. Als ik naar mezelf kijk, dat was. Um, nou, ik was daarvoor al naar WordCamp Nederland geweest. Maar WordCamp Europe was. Wow, dit is fantastisch! Ik moet hierbij zijn, kosten wat het kost. En, um, uh, dus je ziet ook veel mensen, uh, Nederlandse mensen, die al jaren naar, die Word, naar WordCamp Europe toe gaan, um, en dan is het natuurlijk wel makkelijk om te, om te besmetten en mensen mee te nemen en te zeggen: nee, maar dat is echt heel leuk. En uh, uh, dan moet je, moet je gewoon bij zijn. Uh, dus ik denk dat dat uh, ook meelspeelt. Want uh, dit jaar bijvoorbeeld in de organisatie. Uh, hadden we heel veel aanmeldingen uit Griekenland. Hé, hey, hoe verrassend is dat? <laughs> ja, ja. ja, en dan ben ik meteen wel benieuwd. Want uh, wij hebben natuurlijk. Eh, met z'n allen voelen we ons onderdeel van de WordPress-community. Uh, je zegt al: het is makkelijk om nieuwe mensen mee te nemen. Hoe makkelijk is het iemand die nu luistert. die nog nooit gehoord had van een WordPress-community. die dit nu voor het eerst hoort. Gaat hij zich thuis voelen? Daar kan je maar op één manier achter komen, en dat is om er naartoe te gaan. En dat is misschien een heel gek antwoord, maar het is natuurlijk wel wat het is. Ik, ik, ik kan van mezelf nog herinneren dat in 2010 ging ik naar een, uh, mijn eerste Wordcamp Nederland. En uh, daarvoor had ik nou ja, ongeveer een jaar net mijn eigen bedrijf. Dus op mijn zolderkamertje zitten werken, dingen op internet opgesnord van hoe moet ik dingen doen. Um, en. Ik weet niet meer hoe ik erachter ben gekomen dat er een Wordcamp Nederland was. Maar uh, ik had toch zoiets van: hé, hey, dat is leuk. Want ik werk al een jaar met, met dit WordPress-ding. Uh, daar verdien ik mijn geld mee. Uh, misschien is het ook eens leuk om te leren wie die mensen zijn. die het mogelijk maken dat, 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 dat dit allemaal kan. En misschien kan ik daar zelf ook in bijdragen. En dan moet ik zeggen: dat kwam echt pas jaren later. Um, maar toch zie je dat je. Ja, op een hele makkelijke manier uh, binnen kan komen. En tuurlijk, ieder, ieder, iedereen is anders. Uh, weet je, er zijn mensen die stappen zo ergens naar binnen en die zeggen: uh, Hallo allemaal, dit ben ik en welkom. En er zijn ook mensen die, die, ja, die komen binnen en die gaan sessies volgen en die willen liever bij zichzelf blijven. En dat is allemaal prima. En, en ja, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja, ik ben er wel de eerste keer dat ik erbij was. In Utrecht was het volgens mij. Ik had echt, nou, ik wist van toeten nog blazen qua websites en techniek, maar toch naar zo'n WordCamp toe. En in die periode was uh, de uh, custom post types was net ontdekt. Of internet was uitgevonden. iedereen was er helemaal blij. En ik had echt geen idee waar het over ging. Maar gewoon dat iedereen zo blij was erover. Daar werd ik ook gewoon helemaal enthousiast van. Dat ik gewoon ja, niet wist hoe het valt. Maar dus ook als je denkt nog niet het niveau of wat dat dan ook mag zijn te hebben. Dan nog kan een Wetcamp gewoon echt heel leuk en uh, heel leuk zijn. Heel veel uh, energie geven. En inderdaad, die ik allerlei mensen kennen in de. Ja, mijn eerste ervaring was anders. Ik vond het afschuwelijk de eerste keer naar WordCamp. Uh, ik kende niemand en al die mensen leken elkaar te kennen. En die zeiden allemaal woorden, zoals Custom Post type, waar ik echt nog nooit van had gehoord. Ik heb een heel boekje vol zitten schrijven. Ik ben weken bezig geweest om al die woorden te googlen. Um, en uh, toen zat ik een boterhammetje te eten. En toen kwam Joost van de plugin die net had gesproken naast me zitten. En die begon tegen me te praten. En toen dacht ik: Nou, sterf ter plekke. Want weet ik veel wat ik tegen die gast moet zeggen. Dus ik ben echt met knallende koppijn. En, uh, en echt beroerd ben ik naar huis gegaan van, uh, van, van, van ellende en misère. Uh, want ik durfde gewoon niks te zeggen tegen iemand. Ja, ik weet, het is niet moeilijk voor te stellen. Maar toen was het echt een ding. Um, en voor mij was de oplossing vrijwilliger horen. Vrijwilliger horen zorgde dat ik een taak had. Ik had een reden om met mensen te praten. Ik had een reden om mensen vragen te stellen. Uh, ik had wat te doen. Uh, ik hoefde het niet allemaal uit mezelf te halen. Um, dus zelfs als je als. Um, nou ja, het kan dus goed komen ook. <laughs> dat was mijn punt. Dat, dat is het positieve aan jouw verhaal, inderdaad. <laughs> Gelukkig eindigt het wel goed. Dat. Ja, nou ja, eindigt goed. Vervolgens heb je bijna een fulltime baan om een evenement te organiseren. Maar. Ja, dat was, ik ben een beetje doorgeschoten. Ik geef het toe. Ja. Ik ben een klein beetje doorgeschoten. Ja, en dat, dat vrijwillige op zo'n uh, Wordcamp, wat, wat houdt dat in? Uh, wat, wat doe je dan? Nou, volgens, volgens, mij, volgens mij heeft mij ieder van ons hier ervaring mee. Maar op hele andere manieren. Uh, maar het, het, het kan van alles zijn. Het, is, uh, het, is, nou, het begint bij de registratie. Als bezoekers binnenkomen, krijgen ze een naamkaartje. Um, iemand moet dat microfoon in je hand checken dat ze een kaartje hebben en dat ze ook het goede naamkaartje meenemen. En uh, nou ja, er zijn altijd mensen nodig die de tijd in de gaten houden, die uh, waterflesjes brengen, die uh, mensen de weg wijzen, die, die uh, er zijn allerlei taken op. Veel Wordcamps krijg je een t-shirt. Nou, dat moet ook uitgereikt worden. Appels wassen. Sprekers waarvoor gezorgd moet worden, moeten boterhammen gesmeerd worden. Van alles, van alles. Ja, want dat is natuurlijk iets wat we nog helemaal niet benoemd hebben, maar um, al die evenementen, zowel meetups als uh, Wordcamps, worden natuurlijk gewoon georganiseerd door vrijwilligers. Door mensen die dit leuk vinden en niet uh, per se ervoor betaald krijgen. Nou, meer per se niet bedoel je? Ja, dat. Er zijn wel gesponsorde mensen hoor, die, die door hun bedrijf uh, uh, tijd uh, beschikbaar krijgen om, uh, om dat te doen. Maar dat is niet voor iedereen zo. Nee, dus dat is best wel indrukwekkend um, als je kijkt naar de, de schaal van de evenementen. Als we kijken naar WordCamp Nederland met 500 mensen, give or take. Ja, 520, 22 en uh, mm -hmm. 450 in uh, dit jaar. Ja, moet je zien. En, en dat wordt met een paar vrijwilligers eigenlijk opgezet. Ja. Gewoon een tweedaagse conferentie. Dat is best wel indrukwekkend. En dat geldt natuurlijk ook voor zo'n WordCamp Europe of een WordCamp Asia... Uh, waar je het hebt over enkele duizenden mensen. En, nou ja, een heel leger aan vrijwilligers, wat daar uh, ingezet wordt. Nou, dat is wat ik bedoel met die, met die hippie-mentaliteit. En dat die zo sterk is in de uh, WordPress-community. Want ik, ik ken geen enkel ander open source project waarbij dat zo aanwezig is. Die, uh, die uh, ja, hoe zeg je dat? Die willingness om te vrijwilligen. Ja. En misschien wel tot. Ons aller frustratie af en toe geldt eigenlijk hetzelfde voor alle sprekers op, uh, uh, op WordCamps. Ook die worden niet betaald voor hun presentaties en de tijd uh, die ze erin steken. Um, en dan kijk ik even naar Marieke, want die heeft al regelmatig gesproken op allerlei WordCamps. Waarom doe je dat dan? Het is heel belangrijk om te weten: er zijn dus conferenties waar mensen Betaald worden. Er zijn conferenties zoals WordPress of WordCamp, sorry. En er zijn ook congressen waar mensen voor moeten betalen om te spreken. En ik vind dat eigenlijk allemaal best wel ondoorzichtig als, als je een um, deelnemer bent. Op WordCamps weet je altijd waar je aan toe bent. Want daar staat dus iemand die uh, niet betaalt, is, dus die het vrijwillig doet, waarvan het niet de bedoeling is dat hij zijn product gaat, gaat pushen. Want dat is gewoon niet wat je doet, dat hoort niet. En dat geeft, dat, ik vind dat, ik vind dat als, als bezoeker, maar ook als spreker gewoon heel duidelijk. Je bent daar niet om reclame te maken voor je bedrijf. Wat niet wil zeggen dat je niet mag praten over iets wat met je bedrijf te maken heeft. Lijkt me vrij handig als je dat wel doet, want daar weet je waarschijnlijk iets van. Um, maar ja, ik vind dat een goed ding. En als je dat goed inzet, is dat echt ook iets wat je kunt gebruiken als, wel als promotie voor je bedrijf. Uh, maar het geeft een eerlijke uh, uh, weergave ook voor mensen die, die komen op zo'n uh, congres. Ik vind het dus echt vet irritant als ik er daarna achter kom dat je naar een gesponsorde talk hebt zitten kijken. Nou, bij Wordcamps is dat gewoon niet zo. En misschien is dat ook deel van die hippie. Ik ben heel erg naar Luc aan het luisteren. Want ik vind het zo mooi dat hij steeds benoemt dat die hippie... Met, dat is echt iets uh, heel moois. En Wordpress is... Het grootste CMS, het grootste open source project. Dat is niet helemaal waar, zeg ik wel eens. een eentje groter? Maar een van de grootste open source projecten van de wereld. En een deel van het succes zit echt wel in het feit dat die mensen zo leuk zijn. En dat we met z'n allen daarin willen investeren. En daar hoort ook sprekers niet betalen, hoort daarbij. Je haalt er echt wel iets uit. Ja, ja en um, de groep rondkijkend, uh, wij kunnen elkaar zien. Denk ik ook dat een hoop. Ja, bijna iedereen van ons wel een keer op dat podium gestaan heeft als, uh, als spreker. Ja, Marieke, voor jou benoemde ik al een aantal keer. Luc, voor jou geldt volgens mij ook hetzelfde. En hoe, hoe kies je dan een onderwerp waar je over gaat spreken? Wat, ja, wat ga je presenteren op zo'n evenement? Persoonlijk zou, kies ik een onderwerp uh, waarvan ik denk... Um... Dit is interessant, ligt een beetje buiten de gebane paden, maar kunnen, zou er wel een hoop mensen iets aan kunnen hebben. Um, maar ik, met mij moet je eigenlijk niet praten, want ik heb nog nooit op een hoofdpodium gestaan, want developers worden altijd in, in, in een kleine zaal gezet binnen, binnen WordCamps, en dat is maar goed ook. Ja, nou, daarmee zeg je meteen wel iets interessants, want dat betekent dus dat niet alle praatjes heel erg hard gericht zijn op uh, developers. Op Helemaal niet. En gelukkig niet. Uh, want uh, uh, programmeurs, in mijn ervaring, zijn veel te veel met zichzelf en hun code bezig. En veel te weinig met uh, wat die code voor mensen zou moeten betekenen. Um, dus ja, persoonlijk vind ik dat interessantere praatjes. Het is ook wel een goed punt om even nog te benadrukken. Dat inderdaad een, een, een WordPress community en, en, uh, en de bezoekers van een gemiddelde WordCamp. dat zijn niet alleen maar developers. Dat zijn mensen van allerlei uh, specialismes die daar komen. en die een talk geven, um, die aanwezig zijn. En dat maakt het ook zo mooi dat je uh, nou ja, op een WordCamp ook kan kiezen. van oké, okay, wat ga ik doen? En sommige WordCamps hebben uh, verschillende soorten tracks, verschillende zalen. Waar je een development talk kan volgen, waar je iets kan volgen over SEO. Uh, maar ook een talk over hoe je zo zen mogelijk door je leven gaat. Dat zijn ook uh, mogelijkheden. Ja, ja dat, dat vind ik ook wel heel nice. Dat het op die manier ook wel heel laagdrempelig is. Want zelfs met mijn niet-kennis was er genoeg wat ik zeg maar, bij een talk zag. Dat ik van oh, dit snap ik ook gewoon. Hier kan ik ook gewoon wat mee. Dus je hoeft helemaal niet, dan moet je kennis hier te zitten, helemaal hoog. Uh, om iets te kunnen snappen van wat er verteld wordt. Ja, maar ook de andere kant op Roland. zelfs met jou niet-kennis, zou je ook aan kunnen melden als spreker. Want dat zijn dingen waar jij wel wat van weet. En waar jij ja, wel ja. over kan delen. Uh, ook al ben je geen uh, WordPress developer. Er zijn altijd, dat vind ik wel leuk. Ik organiseer ook maandelijks de WordPress meetup in Eindhoven. We hebben het toevallig afgelopen maanden gehad. Luc, je had echt beter bij ons kunnen zitten, want het was zo gezellig. En um, en, en uh, de spreker vroeg mij: is het niet veel om iedere maand een meetup te organiseren, en soms is dat veel, dat is zo. En aan de andere kant merk ik ook dat um, uh, ik, ik ben heel, uh, wij zijn heel erg actief in het in het um, uh, hoe noem ik het in het aanjagen van uh, de, de mensen uit onze lokale community uh, om ook als spreker te gaan staan. Want iedereen heeft een verhaal, iedereen heeft iets te vertellen waar iemand anders iets van kan leren. En dat vind ik leuk aan Wordcamps, maar vooral aan meetups, waar, waar de, de instap uh, nog net wat lager is dan uh, bij Wordcamps. Um, er is gewoon ruimte om, om te experimenteren. Wat is mijn verhaal? Uh, oh, ik wil voor het eerst een, een talk houden, uh, maar ik durf eigenlijk niet. Kan ik oefenen op? Nou ja, wil ik uh, welke meetup? En uh, ja, dat, dat is wel gaaf, want daardoor kun je ook... Uh, nou ja, niet alleen de developers, maar gewoon het hele scala aan, aan mens en samen maken we het verschil. Ja, het klinkt een beetje helemaal hippie <laughs> Maar dat, dat is wel wat, wat, het, wat het brengt en wat het doet. En uh, ja, waar we dus allemaal aan kunnen bijdragen op onze eigen manier. Ja, want Wendy en Ita, jullie hadden het allebei over uh, jullie eerste uh, Wordcamp. En dat er zoveel gesproken werd over custom post types. En allemaal die termen waar je horen van ging klapperen. Is dat beter geworden de afgelopen paar jaar? Volgens jullie? Is het minder geworden? Ik heb gewoon veel meer die termen geleerd, Luc. Ik denk, kijk hè, je kan als je, kan als je, eenmaal, um, als je eenmaal ergens in zit niet meer... Uh, niet meer weten hoe het is om, om het niet te weten. Je kan iets niet ontweten. Nee, dat snap ik. Maar we hebben het over een, een evenement wat, wat uh, inclusief probeert te zijn. En uh, ik, ben, ik ben nieuwsgierig naar of die. Uh, of de hoeveelheid jargon minder is geworden over de afgelopen paar jaar. Ja, dat, dat, dat is zeker zo. Domweg al, omdat je zelf al bent gegroeid in dit vak. En daarom is het juist leuk dat je dus ook uh, qua aanwezigheid zou kunnen groeien... van gewoon een bezoeker... naar nou, inderdaad een staak op te nemen... of eventueel een spreker van worden. Dus daarmee kun je ook in je eigen ontwikkeling... nog een paar stappen maken. Het groei binnen, binnen het uh, vakgebied. Want ik, ik vind wel dat inderdaad... waar, waar ik toen gewoon echt niet wist waar het over ging... dat ik nu gewoon heel veel kan volgen. Ik denk wel als je echt nieuw bent... Ik had uh, een van, uh, van de jongens die de meetup in Eindhoven regelmatig bezocht. Die had ik uitgenodigd om naar uh, WordCamp Nederland te, te komen. En uh, die is ook gekomen. Vond ik heel leuk dat hij er was. Ik kwam hij ook nog even aan me vertellen dat hij het zo leuk vond dat ik hem had gevraagd en dat hij er ook uiteindelijk echt was. En die zei, ik vond het wel moeilijk om te volgen. En hij is een, uh, hij, hij doet het dus voor zijn hobby, WordPress. Nee, uh, hij is met zijn eigen site aan het klussen. Dus het is helemaal geen uh, professioneel iemand dus ik denk als je echt uh, op beginnersniveau bent dat het best wel um, ondanks uh, uh, al, alles wat wij doen met z'n allen om zo inclusief mogelijk te zijn um, dat het best wel een hoge drempel kan zijn en dat het best wel spannend kan zijn. ja maar dat is ook zo maar het is je moet ik niet vergeten een website bouwen klinkt heel simpel omdat je een website in drie stappen kunnen doen maar uiteindelijk is het gewoon een heel breed vakgebied het is niet alleen techniek maar ook design waar je verstand in moet hebben. En uh, textueel, kijk naar de C ook. En hoe schrijf ik bepaalde dingen? Waar moet ik allemaal welke woorden in zetten? Uiteindelijk is het een heel breed vakgebied. Ja, en ik denk ook dat zo'n um, dat, dat wij ook allerlei dingen weten. En dat is niet eens technisch, maar gewoon. Uh, als wij het over Matt hebben, weet iedereen dat we het hebben over Matt, Millowag, de oprichter van WordPress. Er zijn allerlei mensen die de, de core community allemaal kent. En waar, waar, waar het gewoon even duurt voordat je door hebt van oh, dat is die en dat is die. Ik denk dat het belangrijkste is dat je altijd die vragen kunt stellen als nieuwkomer. Want uh, ja, ja, je hebt soms niet door, ik gooi heel veel Engelse woorden tegenwoordig overal doorheen, omdat ik zoveel Engels praat, dan mag je ook tegen me zeggen, yo, wat is dat voor een gek Engels woord? En ook, ja, je, ik, ik kan dus inderdaad, je kunt je af en toe vergissen gewoon in dat, dat het niveau in kennis gewoon ook in context heel verschillend is. En op grotere Wordcamps zouden we daar misschien met z'n allen wat meer bij stil moeten staan, dat niet iedereen dat weet. Oh ja, nee, ik zou zeggen, ik, ik heb dat ook al gehad, maar ik had dan het geluk dat mijn vader, die kent alles, die kent iedereen, dus ik hoef maar aan één iemand te vragen van hoe zit het, en dan weet ik het inderdaad, maar dat begrijp ik inderdaad ook wel, dat dat voor mensen misschien wel lastig kan zijn, als je al die, die mensen waar heel vaak naar wordt verwezen, of die, die termen of dingen, als je dat niet eerder hebt gehoord, dan is het allemaal gewoon één losse brei, en dan, ja, dan moet je zelf maar aan elkaar zitten te puzzelen, maar ja, misschien is dat het enige dingetje inderdaad wat, wat beter zou kunnen, maar... Wat ik afgelopen camp in Arnhem trouwens ook vond, eigenlijk een heel simpel, praktisch iets, is dat er in de hoek twee staattafels twee waren. Met een bordje erop van als je nieuw bent, hè, je weet niet, je, je kent niemand of je weet niet waar je aan moet sluiten, zou er gewoon hier staan. En dat wij, als uh, oude rot in het vak, noem maar even, allemaal dan toch een oogje daarop uh, hielden. En als er iemand stond, wat hij dan spontaan daarop afliepen. En daar gewoon mee mee gingen praten. Of van wat leuk dat je bent, wat kom je vandaan, Dan waar heb je interesse in. Dan, dan help je ook al de nieuwelingen over die drempel heen. En die neem je dan mee in, 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 in de stroom, in het geheel. Ook een hele goede, praktische uh, zet. Ja, sowieso. Um, kijk eens rond als je op een, uh, op een evenement bent. Staat er iemand helemaal alleen verloren te kijken? Ga er even naartoe. Stel jezelf gewoon even voor. Vinden mensen leuk? Nou, en ik denk wat, uh, wat Wordcamps wereldwijd eigenlijk daar steeds beter in doen is um, de deelnemers ook een keuze geven in uh, ik wil door Jan en Alleman benaderd worden of joh, kom met me praten als we elkaar al kennen uh, of nou laat mij maar gewoon even en dat aangeven door een sticker op de conferentiebadge of een andere kleur um, keycord... Uh, maar dat je op die manier elkaar ook een beetje helpt met dit is hoe een persoon benaderd wil worden. En dat is nog niet iets wat ik op andere conferenties teruggezien heb. Daar is WordPress voor mijn gevoel best wel uniek in. Om uh, op zo'n manier te faciliteren. Dat klinkt goed. Mag ik nog wat anders vragen? Uh, hoe zitten we nog? Hebben we nog tijd? Uh, iets wat totaal hier niks mee te maken heeft. Maar al die mensen die bang zijn om uh, die niet uh, in de community mee willen doen. Um, omdat ze denken: van ja, daar zit ik, uh, dan moet ik uh, mijn werk weggeven. Um, dan um, daar zitten alleen maar mensen die, uh, die gratis dingen willen van mij. Um, of, uh, ik, ik, merk dat ik, um, ik woon in Eindhoven. Eindhoven is best wel, uh, design, uh, best wel hoog in design aanzien. Er zitten hier best wel veel WordPress-designers ook, um, die nooit naar de meetup komen, die ook nooit naar Wordcamps komen, die helemaal niks met de community te maken willen hebben. Um, en als ik daar dan naar vraag, dan is het vaak omdat ze bang zijn dat het ten koste gaat van hunzelf. En ik sta dan altijd een beetje met mijn mond vol tanden, met mooie hippiewoorden, zoals Luc het zegt. Maar um, wat zou jullie uh, advies zijn? Of, of wat, wat zou voor jullie een overtuigende reden zijn om dat soort mensen ook uit te nodigen voor de community? Of voor dat soort mensen om het toch eens te proberen? Ik vraag dit. Voor, me, voor mezelf, want ik heb reden nodig, mensen, om die mensen de community in te trekken. Als ik daarop mag reageren, en ik, uh, het, het is een improvisatie natuurlijk, wat we hier allemaal doen, en uh, nadenken over wat je gaat zeggen, heb je niet. Dus uh, ik ga nu gewoon spontaan een antwoord geven. Wat ik zou zeggen, uh, is eigenlijk hetzelfde wat ik tegen mijn kinderen zeg, als er iets op tafel staat wat ze niet lusten. En dan vraag ik, heb je het al eens geproefd? En vaak is het antwoord dan nee. Maar ik ken het niet. Ja, en dat is dus het grote probleem. Als je, en natuurlijk met kinderen en smaak, dat is een dingetje. Je moet smaak ontwikkelen. Dus uh, spruitjes en, uh, en andere gekke groenten, weet je. Dat, dat heeft tijd nodig. Maar ook als je in een WordPress community wil gaan deelnemen. Al, al, al is het maar om te kijken wat het is. Ga er een keer naartoe. Het is gewoon heel laagdrempelig uh, voor een meetup. Uh, een meetup is gewoon gratis. Daar hoef je niks voor te betalen. Voor een Wordcamp... Als je daar naartoe wil gaan, dan moet je een ticket kopen en dan ben je 50 euro kwijt, even grofweg. Um, en dan kan je gaan proeven wat dat nou is die community en praat dan ook daar met mensen. Wil je, ga, ga in de sponsorruimtes met bedrijven praten die daar staan. Uh, nou ja, als je een drankje gaat halen, er staat iemand naast je. Probeer die aan te spreken. Als die geen stickertje heeft, van laat me met rust natuurlijk. Um, maar dat, dat zijn dingen die, die, die moet je... Nou ja, je moet ze niet meemaken. Maar je, je kan pas een, een mening daarover hebben... als je het meegemaakt hebt. Als je in ieder geval wat tijd daarin hebt gestopt. Ja, en om dan in dezelfde analogie van het eten te blijven... vind ik dat je hierin echt een kijkje in de keuken kan nemen... van wat WordPress is. Het is dus, Ja, mooi hè. Ja, dus, want, want WordPress wordt door ons allemaal gemaakt. Um, het, het idee dat je alles weg moet geven... Hè, als je gaat contributeren... Zou misschien nog zo kunnen zijn. Maar je krijgt dus ook wat terug. Namelijk heel veel informatie over hoe dat project zich gaat ontwikkelen. En misschien ook wel ideeën en dingen die je kunt zorgen dat het project zich gaat ontwikkelen in de richting die jij ziet zitten. Dus ik vind dat ook een argument. Van ja, als jij dus serieus met WordPress bezig bent, dan mag je. Dan weet je ook wat er gaat komen. Uh, je weet hoe je contacten aan moet gaan. Dus het heeft echt voor, ik denk voor iedereen die met WordPress werkt, een enorm. Uh, ja, voordeel om daar meer in te zetten, gewoon strategisch gezien. Het is, het is echt net als met kinderen, Daar krijg je op een gegeven moment ook heel veel van terug. Wanneer? Ja, wanneer? <laughs> vraag ik me ook af. En leef hem, en leef hem, en hem, Dat is lastig meetbaar, dat weet ik. En, ja, dat, dat is met, met het meedoen in een community is dat natuurlijk precies hetzelfde. Uh, dat dat, maar dat houdt volledig af van. Hoe je jezelf daarin plaatst en hoe je je inzet en, en wat je ervan verwacht. Uh, dat zijn gewoon belangrijke dingen. Nou, jezelf in de kijker spelen als potentiële werkgever is ook heel erg waardevol. En dat kan, bedoel, zeker in, uh, in het huidige klimaat waarin het ontzettend moeilijk is om mensen te vinden voor iedere dag van sport, uh, kan het alleen maar bijdragen aan een positief beeld, denk ik. Ja, als werkgever, maar ook als samenwerkingspartner, misschien heb ik het al eerder gezegd, maar. We hebben wel een keer een opdracht gehad van de klant. Uh, die, ja, die werd echt wel behoorlijk technisch, te technisch voor ons. Maar kort daarvoor hadden we een uh, beurtgap in Nijmegen gehad. En daar iemand gesproken die dus wel meer op de techniek zat. En daar is wel contact mee opgenomen. En samen met hem konden, konden wij het project wel doen voor de klant. Ja, of als we het nemen, als je een leuke baan zoekt, kan ook nog. Hè? nou ja, en uh, Om even door te gaan op wat Ita zei. Uh, ik zie ook regelmatig, we hebben Slack als communicatiemiddel, zeg maar, voor de, de Nederlandse WordPress community, uh, wpnl.slack.com. En um, daar is een kanaal dat heet Klussen. En daar worden ook gewoon af en toe dingen neergezet, van joh, uh, dit is niks voor mij, maar wie kan er iets betekenen voor uh, deze, deze persoon of dit project, o, noem maar op. Dus er wordt daar ook gewoon... Werk uitgedeeld, om maar even zo te zeggen. Dus ook dat kan waardevol zijn als je daar, uh, daar naar op zoek bent. En vooral misschien wel als je juist een beginnend bedrijfje bent. en je hebt nog niet dat netwerk dat je al weet te vinden voor allerlei klussen. Daar af en toe iets oppikken kan dan juist wel een, uh, een mooie manier zijn om ook weer hetzelfde jezelf in de kijker te spelen. We hebben inmiddels van alles gezegd over, over de WordPress community, over WordCamps, over bijdragen. Dat het super gaaf is, dat je het gewoon moet proberen. We hebben ons daar natuurlijk best wel gefocust op de, de offline ervaring. NL.wordpress.org al heel even genoemd, Slack heel even genoemd. Maar online is er natuurlijk ook een hele gemeenschap, die hele community, die. Zowel de Nederlandse als de internationale, die, die bestaat met allerlei verschillende teams waar verschillende dingen uh, uitgevoerd worden. Dus het, het is niet beperkt. En dat is misschien nog wel. Ja, vind ik wel goed om nog even te noemen. Tot alleen maar die paar keer per jaar dat je elkaar uh, persoonlijk kan zien. Maar je kan gewoon online doorgaan. Je kan die gesprekken uh, blijven voeren. En ook dat is makkelijker, in mijn ervaring... Uh, als je elkaar toch ook af en toe... in het echt ziet. Ja, vind ik het mooi om mij af te sluiten, ook. <laughs> ja, we moeten een klein beetje op de tijd letten. We zitten nu op 54 minuten. Uh, ik, ik denk dat het voor iedereen... die deze podcast... Uh, tot het eind uh, afgeluisterd heeft... goed gedaan. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je voor jezelf in kaart brengt... van oké, okay, wat, wat wil ik... Wat wil ik doen? Wil ik meer leren? Wil ik juist informatie delen? Uh, ben ik op zoek naar zakenpartners en dat soort dingen? En dan, dan zijn Wordcamps en, en deelnemen aan de WordPress community, of het nou in Nederland of daarbuiten is, um, kan een hele, goed, een hele goede um, ervaring zijn voor jezelf om daarin te groeien. Om, uh, uh, om af te sluiten, misschien dan nog goed om een rondje te doen. En het was het goede advies van Bob. Ik noem zijn naam bewust even, omdat hij geen Nederlands verstaat, maar stiekem wel meeluistert. Dus. Uh, nou heeft hij wat te doen. Um, maar op advies van Bob, nog even een rondje met waar kunnen mensen jullie nou bereiken als ze naar aanleiding van, uh, uh, van dit gesprek meer willen weten of met je in contact uh, willen komen. En Marcel, jij had een mooi rondje bij de opening. Kun je datzelfde rondje nog een keer doen? Want bij mij is de volgorde anders. Bij jou is de volgorde anders. Ja, uh, dat is goed. Dan mag jij beginnen, Ita. Oké. Okay, ja, um, mensen kunnen mij bereiken op LinkedIn, Itapronk. Uh, op Facebook, als je daar googelt, uh, zoekt op Itapronk, zul je het ook, uh, ook vinden. Onze uh, bedrijfswebsite is in het webbureau Ithra, dus ifra.nl. En verder, ja, als je in Slack zit, ook, ja, overal Itapronk. Klinkt heel saai, maar probeer gewoon Itapronk. En als je trouwens googelt op Itapronk en even on Frans, pronk Els, dan vind je ook een leuk artikel uit de Gel Gelderlander over onze reizen en werken. Dat is anderhalf jaar geleden uh, verschenen. En daar is misschien ook om te lezen. Heel leuk, dankjewel. Taco, hoe kunnen mensen jou benaderen? Berekenen ja. moet ik zeggen, sorry. Ja, ik uh, ben dus vrij actief op de, de twee WordPress-slacks. Dus de Nederlandse en uh, de internationale. En um, actief op Twitter. X, nou ja, net hoe je het, uh, hoe je het noemt. Um, onder de naam Taco Verdo. En dat is eigenlijk ook hetgene waar je me op alle andere platformen kan vinden, want ja, als ik mijn volledige achternaam gebruik, internationaal gezien, gaat het hem dat niet worden. Dus uh, Taco Verdo op bijna alle platformen. Verdanshot. For Verdanshot. For yes. Uh, Marieke, waar kunnen mensen jou bereiken? Um, ik zit sinds kort op de personeelslek, maar ik was altijd alleen op de internationale. Daar, ik denk gewoon Marieke van Rakt. Ik ben overigens Marieke van Rakt op Twitter. Uh, dat niet meer Twitter heet, dat heet X. Uh, Marieke Rakt. Uh, ik zit ook op LinkedIn. Uh, uh, onze nieuwe bedrijf heeft Emilia Capital, dus daar zou je ook contact op kunnen nemen. Super, dankjewel. Luc, waar kunnen mensen jouw winkel vinden? Um, ik ben het uh, LUCP op uh, alle slags, op uh, X op, um, en LUCP.nl uh, voor mijn persoonlijke website. En ja, uh, uh, yeah, workonthewinkel.nl bestaat nog niet, maar komt eraan. We gaan straks een kijkje nemen. Dankjewel. Bestaat nog niet, Marcel? Oh, oh, sorry, sorry, sorry. <laughs> uh, right, Rohan, jij mag ook even vertellen waar mensen jou kunnen bereiken? Uh, nou ja, op Twitter: x, uh, gewoon.Rohan de Vries. En uh, ja, verder, ik zit eigenlijk het meest op Instagram. Um, maar ja, ik weet niet of die naam uh, onthouden gaat worden. Dus, uh, drBeat, dat is heel gek. Op zijn Nederlands, aan elkaar. Maar uh, ja, daar kan je iets uh, van mijn foto's wel zien, uh, want ik ben fotograaf natuurlijk. Dus die twee eigenlijk. Ja, hartstikke toch. Misschien nog wel leuk om te vermelden, ook voor de mensen die luisteren. Als je benieuwd bent naar de foto's die Rohan had opgeweest, de oma heeft afgelopen werd. ik heb Nederland heeft al heel veel foto's geschoten. En er zijn hele leuke exemplaren tussen. En dat geeft je ook een heel mooi beeld van uh, hoe het evenement was. Dus zoek er even op op je favoriete zoekmachine en dan komen die foto's vast tevoorschijn. Right, Wendy. Ja, ik ben gewoon uh, heel slecht bereikbaar, geef ik eerlijk toe. Ik reageer ook heel slecht. Dus. Um, maar uh, als je als je poging wil wagen op X ben ik Ed uh, Thorlukkig. Uh, nou ja, dolgelukkig is wel uh, de naam waar je me overal mee kan bereiken. Uh, behalve op Slek, daar ben ik gewoon Wendy met IE. Heel goed. Dankjewel, Wendy. Um, en je kan altijd nog zo'n job doen, hè, dat mensen je niet uh, benaderen. Ja, laat me met rust. <laughs> uh, goed, nou, dan ben ik uh, de laatste die zich uh, mag, uh, die mag vertellen waar ik te bereiken ben. En dat is uh, heel simpel. Ik hou het even simpel op marcelbootsman.nl. daar staat ook een lijstje met op wat voor media ik allemaal beschikbaar ben. Um, dus als je wat wil vragen um, en je wil het persoonlijk doen, nou ja, je kan een van ons een berichtje sturen. Daar staan we allemaal voor open. Dus. Ja, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik ga hem denk ik officieel afsluiten. Ik weet niet uh, hoe dat werkt. Maar uh, ja, ik ga gewoon zeggen bedankt voor het luisteren. Tof dat je het volgehouden hebt. Uh, is er nog iemand die iets wil zeggen voordat, ik, uh, voordat we hem afsluiten? Tot ziens op WordCamp Nederland. Of WordCamp Europe. Eerder.